shopping, ay. Me go shopping, when I follow me go shopping, ay. Then me go shopping with you, better gun then. Me go shopping with you, better gun, ah. Goeie middie. Naar binnen eigenlijk op zoek naar het geheim van de Kleine Kerkstraat. Geheim van de Kleine Kerkstraat, ja. Nou, dat is hier. Dat is hier en je bent precies op een goede plek, dachten we. Ja. Wat is het geheim? Ja, wat is het geheim? De beste winkelstraat van Nederland. Nou, en waar zit hem dat in? In ieder geval de beste winkelstritten van Ljouwert. En we willen graag de beste winkelstritten van Nederland worden. En we zijn nomineren. En we zitten op dit moment Bob Olman. En ja, het geheim zit denk ik in de diversiteit van de stritten. Ja, die ziet er leuk uit, het is mooi omgekleid, er zitten heel soort winkeltjes. Het is een hele gezellige strijd en merk dat ik gewoon het winkelend publiek heel vaak krijgen we in ieder geval die van oh wat dit is een leuke strijd win. Nou snap ik wel voor Jim is het natuurlijk in je mooi promo praatje van je maar de eerste worden. Even wat anders, wat kan er eigenlijk beter in deze winkelstritten? Wat kan er beter? Ja, het kan altijd beter, maar ik denk dat we op de goede weg zijn. Ik ben nou een minpuntje trouwens, dat er auto's door de straat heen rijden kennen. Soms wel heel erg jammer, ja. Ja, dit laatste stikje alleen nog. Kijk, dat zijn dingen die zouden beter kunnen. Maar ja, dat is nu eenmaal zo en dat moeten we maar nemen. Het is, ja, je hebt ook de bevoorrading nodig, dus ja, die auto's moeten er wel langs kunnen. Wat vind je van deze straten? Nou, ik vind het een heel gezellig straatje en wat apartere winkels. Dus ja, vind ik heel leuk. Ja, ik vind het best wel gezellig, maar... Wij komen hier ook niet zo vaak. We wonen hier ook niet, dus... Gezellige pandjes, sfeervol, veel diversiteit aan winkels. Ja, heel erg leuk. Ik zie het al zitten. Jim Heuze, uw grote concurrent is Amsterdam. Ja. En wat zeg ik hier? Ja, dat is het wapen van Amsterdam. Dat is verkeerd geschreven. Ja. Daar hoort eigenlijk te staan het wapen van Leeuwarden. Dat is een foutje. Het is eigenlijk wel jammer. We zijn niet alert genoeg geweest, maar het had eigenlijk een beetje afgeplakt moeten worden. Ja. Je hebt grote concurrent hier in je eigen stritten. Ja, het blijft alleen bij de naam. Wij gaan door met stemmen en we redden het, denk ik. He? Dus raam nu eens kan Linde al op het eerder ontsnapt. Dus ze wisten dat we eerder lampjes krijgen kon. Dus ze noemden het kwaal wij zeggen, ze hebben ze vast in het hak die. Dat ik kwam ik het kwaal te zetten, alleen dat het wel lampjes in is. Dus ja, dat was wel bijzonder, samen heel betiert al, want het was nog koud. Maar de mem is zich helemaal zelf red en ze wie een hartstikke zoen, dus dat was wel mooi. Oké, dus je moet er verder niks aan doen dan? Nee. Dus ik wel bijzonder dat. Dit is een Engelse skierband eigenlijk, Hampshire Down, dat ze zichzelf redden. En meestal hadden ze één lampje en deze hier twee, dus dat weet ik wel bijzonder. En waarom is een beetje oranje op de kop? Nou, je jonker, dat ben wat dat jij wordt, dat ben de geiten. En die zitten hier ook altijd in het hak, een beetje oranje, dan komen ze voort binnen en dan weer de leuk. Op die geiten, want hij beschermt goed zijn lampjes zelf. En daarom vliegen met de kop zien het scherp worden en daarom is er een beetje reed. Maar hij past er goed op.
Dus hij is maar ver op het beeld? Hij is ver op, ja. Ja, ja, nou is er heel makkelijk vanzelf dat hij er hier bij binnen, maar hij beschermt er goed zijn eigen lam. En hier in mijn wijn, in het hakje in Jonkers, staat nog een pony bij. En die staat hier een deel 33 jaar, en die zit er mooi knus bij mijn wijn het hak. Dus gezellig. De schieper, de lampjes er wat bij en de geit. Dus er gebeurt van alles in het Lietse staaltje? In het Lietse staaltje, mooi, ja. Ja, er gebeurt van alles. Het silhouet van het leven. Er zijn al je dingen. De jouw dochter zit er op de hekken. En wij zitten in de midden. En er zijn al je dingen. Uw heid is boer, dus er zit een kou op. Er zitten wat beesten op. Dit is de trekker die ik in de mechanisatie verkocht. Een baardig, een vogel. Dit was een strikdamke naar de Beurenta. En dat was helemaal verrotten. We zijn nu er met even wat oors op. Ik zei tegen mijn buurman, leg het maar aan mij over. En mij is er even wat leuks van. En dat had de buurman weten dus? Zij is. Dit is zijn dochter Ines. Het is een foto uitsnijden, dus ja, wij zien het meteen. Dit is Lucy. Nou, dit is mijn vrouw, dat ben ik. En dat is Afke. En de vierste, dat is Anneke. Dus dat kerst gewoon zien. Herinner je je dan wel eens om te mijmeren? Nee, dat niet. Ik vind het mooi om dat te mijmeren en dan kijk ik er wel van genieten. En precies van nu is het show, dus ben altijd thuis. Zei je dat? En dit is de Burton. Dat is mijn lievelingje, dat is een auto die heb ik zelf gebouwd. Onderstel is van Lelijk Eend. Het is een bouwpakket en dat bouwt op en dan kerst er wat leuks van maken. Tussen Christ en Oud en Nij heb ik je plaats. Ik zie nou toevallig wat de boel te snijden. Het werd een pas laatje nog. Dat is al je precies in het leven. Zij geeft dat, hè? Snij de zaad dan één keer wie dat ding vult, maar als je ook een weer boven komt.